Ja, welkom in de studio van Studio Vlaams Parlement. Een zeer hevig debat, zoals u merkt. Ja, 3,5 miljoen reizigers per jaar. Iedereen krijgt wel met de lijn te maken. Bovendien in fileland Vlaanderen. We hebben nood aan andere manieren van vervoer, aan openbaar vervoer. We hoorden Vlaams Belang en zit nu hier in de studio Bart Klaas van Vlaams Belang. Goeiedag. Dank u wel. Voor we over de lijn spreken, u ziet er als nieuw parlementslid, maar u bent ook, en dat is niet min, voorzitter, nieuwe voorzitter van de commissie mobiliteit. Hè. En dat in, qua mobiliteit, zo'n moeilijke regio als Vlaanderen, daar gaat u een stevige kluif aan hebben. Ja, klopt. We slaan er blijkbaar niet in om makkelijk mensen van punt A naar punt B te brengen. Niet met de auto, ook niet met het openbaar vervoer. Het wordt alleen maar slechter eigenlijk. Dus we gaan er heel wat over te zeggen hebben de komende jaren. Ja, want over auto of openbaar vervoer, we hoorden het net nog. Het aantal mensen dat in woon-werkverkeer de auto neemt, is gestegen van 61 naar 71%. Terwijl het altijd gaat over die alternatieven, zeker in het licht van klimaat en dergelijke. Ondanks alle pestmaatregelen die zijn gebeurd, en stijgende belastingen, stijgende benzineprijzen, zijn mensen toch genoodzaakt om de auto meer en meer te nemen. Waarom? Omdat ons openbaar vervoer eigenlijk een factor is geworden van onzekerheid. Als je op een bepaald uur absoluut ergens moet zijn, je moet ergens stipt zijn, kan je steeds minder en minder vertrouwen op openbaar vervoer. Of het nu de trein is, dus federaal, of onze bus en tram, de lijn, maakt eigenlijk niet uit. Het is een factor van onzekerheid geworden. En mensen houden daar niet van, mensen kunnen er niet op rekenen. Dus zijn genoodzaakt om meer en meer de auto te gebruiken. Dus dan liever de file dan onzekere bustijden, want de cijfers daarover... 62% is tevreden, dus 40% ontevreden. Maar 4 op de 10 is tevreden over de stiptijd. En dit jaar al werden 150.000 ritten afgeschaft. Dat is een record al voor dit jaar. 16.000 klachten al dit jaar alleen. Opnieuw een record. Ja. Wat is daar aan de hand? Vorig jaar 52.000 klachten op een heel jaar tijd. Dit jaar al ook weer een heleboel klachten. Ik denk dat we het record van 2018 zullen verbreken in 2019. Ja, wat is er aan de hand? Heel veel ritten zijn eerst en vooral niet op tijd. Zeker tijdens de spits niet. Maar ik denk van alle ritten die je rijden, sowieso 50%, dat is de helft, een vertraging van 5 minuten of meer heeft. Dat is enorm veel, enorm enerverend voor reizigers. Ook voor mij. Ik maak ook elke weekdag gebruik van de lijn. Dat is verschrikkelijk frustrerend. Ik begrijp je hoort dan, de lijn kan ook niet al die files inrekenen of voorspellen. Klopt, maar dan krijg je een paradox. Je wil de bus nemen om de files te vermijden, maar de bus staat zelf in de file. Uiteraard, ja. Steeds meer en meer, en we zien het, de klachten zijn er, de stiptheid daalt en heel veel ritten, dat is vrij nieuw, dat was vroeger anders, maar heel veel ritten worden tegenwoordig afgeschaft. Hè. En als een rit wordt afgeschaft en als jij een lijn hebt die maar 1 of 2 keer per uur rijdt, dan sta je er natuurlijk al een half uur of een uur langer te schilderen aan die bushalte en verlies je enorm veel tijd. Ik kan zeker de frustraties van veel mensen aangaande de lijn begrijpen. Ja. Er waren ook de voorbije week 2 wat absurde verhalen die de toestand illustreren. Een meisje dat te paard naar school gaat, omdat ze een paard heeft, maar ook omdat dat de enige zekere manier is om op school te geraken en niet meer de bus. En dan horen we de Vlaamse ombudsman die Google betaalt om zijn naam uit zoekresultaten te halen, opdat mensen niet meer bij hem terechtkomen als ze typen of googlen klachten. En de lijn is het beu, zijn er gewoon te veel. Ja, klopt. Ik heb dat ook gelezen vandaag in de krant. Dat zijn voor mij nieuwe feiten. Zowel van het paard als van Google. Maar ik heb het vandaag dus ook kunnen lezen. En ja, dat toont maar eens aan hoe diep de frustratie is bij de reizigers of de mensen die de bus of de tram willen gebruiken. Effectief zitten. Dat zelfs de ombudsman hier er al zoveel klachten over krijgt dat hij verdorie geld gaat geven aan Google om minder hoog in die zoekresultaten te komen over klachten betreffende de lijn. De vraag is wat je eraan kan doen. Hè. We horen bij oppositie, bij SPA, PVDA, dat er meer middelen, meer geld nodig is. Er is veel geïnvesteerd in de lijn, in nieuwe bussen, infrastructuur. Maar de exploitatiekosten schieten tekort, zeggen ze daar. Dat is om de lijn dagelijks te laten werken. Anderzijds horen we bij de meerderheid, met geld ga je niet alles oplossen. En zelfs Roger Kesteloot, de directeur-generaal van de lijn, zegt dat geld niet het probleem is. Maar wat is hier dan het probleem? Wie doet zijn werk niet? You had one job, een bus van A naar B brengen. Wat loopt daar dan mis? Ja, we zijn ook niet de partij die gaat zeggen, smijt er een smak geld tegenaan en het gaat wel werken. Dat is helemaal niet waar. Dat heb ik in het verleden ook gezien bij andere dingen. Nu over meneer Kesteloot. Ik denk dat meneer Kesteloot voor de verkiezingen wel het dubbele van zijn huidige budget heeft gevraagd. 2 miljard vroeg hij. 2 miljard. Dat is en hij heeft nu 2 miljoen meer gekregen. Ja, 2 miljard. Dan kunnen we wel vragen stellen, ja, oké. Okay,
hoe zit het juist met het beleidsplan van de lijn? Gaan ze daar nu genoeg middelen voor hebben of niet? Maar wat is het grote probleem momenteel bij de lijn? Is dat zij niet genoeg chauffeurs hebben om al hun ritten te doen. Er zijn heel veel chauffeurs die afhaken en de aanwerving duurt misschien een beetje te traag. Waardoor ja, dus heel veel ritten niet bediend kunnen worden. En dat verklaart voor een heel groot deel natuurlijk de afgelaste ritten die tot heel veel frustraties en mensen die te laat komen op hun werk leiden. Want dan zou je het kunnen herleiden tot, het is toch meer dan een probleem op de arbeidsmarkt, het vinden van de juiste profielen. Ja, een management zal dat toch moeten kunnen voorkomen. Men weet hoeveel mensen men nodig heeft. En er zullen best wat kandidaten zijn, kan ik me inbeelden, om bussen te besturen. Dat denk ik ook wel, maar ik merk ook dat het niet enkel bij de chauffeurs het probleem zit. Er zijn ook heel veel managers, directeurs, architecten, ingenieurs die zich bezighouden met infrastructuur van de lijn op te zetten, die ook allemaal vertrokken zijn. Was het afgelopen jaar gemiddeld 1 per maand hier vertrokken? Zijn er nu 3 van zulke personen met zulke profielen die vertrekken bij de lijn? Dat is een enorme toename. Ja. Dat zorgt eigenlijk voor een leegloop van ervaren personeel en personeel waar ook middelen zijn ingestoken, want die zijn opgeleid jarenlang in de lijn en die vertrekken nu allemaal. Dat is een enorm verlies. Dat gaat eigenlijk over het management dan, hè, binnen het kader van de middelen dat men nu heeft. Ja, naar een ander management of een andere aanpak gaan, begrijp ik. Er komt ook een beheersovereenkomst, dat zal daar dan wel moeten instaan. Hè. De wissel op de toekomst van de lijn moet de komende maanden geschreven worden, in uw commissie trouwens ook. Hè. Ja, klopt. Want dit is de bevoegdheid van de lijn. De lijn is een zelfstandig maatschappijbedrijf. Voor ons ligt de politieke verantwoordelijkheid bij de minister, bij mevrouw Peters. Dus daar zullen wij haar... Feit is, mensen liggen allemaal niet wakker van tenders of management of benchmarks die er gaan worden uitgeschreven. De lijn moet op tijd zijn, de bussen moeten proper zijn, veilig zijn en bovenal op tijd rijden. En daar zullen wij de minister over blijven interpelleren. Laatste vraagje, Open VLD-voorzitter Gwendoline Rutten zei, en dat is dan richting privatiseren, daar zijn we ver nog niet met haar coalitie, maar zegt, kijk naar de BRTM die VRT werd, nog een openbare organisatie, maar goed, of de RTT die Proximus werd. Zij ziet een zeer veelbelovende rooskleurige toekomst voor een de lijn die in privéhanden zit. Wat vindt u ervan? Ja, dat is een optie die je mag overwegen. Dat mag zelfs voor een deel getest worden. Wij zijn daar niet a priori helemaal tegen, zoals andere partijen wel zijn, heb ik daar net gehoord. Maar natuurlijk moet je gaan kijken hoeveel gaat de eindgebruiker uiteindelijk kosten. Hè? Want kijken we naar Nederland, en er wordt vaak naar Nederland verwezen, zeker door de meerderheidspartijen in Denemarken en zo. Maar die landen hebben ook een heel andere fiscale structuur en anders georganiseerd. Het netto-inkomen is daar veel hoger. Want als ik dan kijk, in Nederland betaal je voor een busabonnement bij een privémaatschappij 2.000 tot 3.000 euro per jaar. Dat is een enorm verschil. Dat is bijna 10 keer zoveel als dat wij hier betalen voor een abonnement. Dat zijn allemaal dingen waar je wel rekening mee moet houden. Mochten ze ooit privatiseren, waar wij dus niet a priori tegen zijn, dan moeten natuurlijk ook wel de belastingen gaan dalen. Momenteel betaalt iedereen, elke Belg betaalt belastingen. Dat zijn er best veel. Dan moet je ook de vraag stellen, in hoeverre gaan die dalen? Ja, dank u wel, meneer Klaas. Trouwens, als commissievoorzitter, u heeft al een commissie gehad, hè, over de lijn. Ja, daar kom ik straks op terug. Die gaan we nog verder, die gaan we nog uitzenden binnenkort. Bedankt voor uw aanwezigheid. En hier volgen we verder dat grondig en pittig debat over de lijn.